inspectie samen met de klant. Daarna luister je goed naar de klant wat zijn wensen zijn. Daarna ga je een offerte maken. Aan de hand van die offerte kan je een keuze maken dat je of voor een certificaat gaat of alleen voor een verklaring. De verklaring die geef ik af en als ze eventueel een keuze maken om alsnog bijvoorbeeld een lamp bij de voordeur te hangen, want ik heb een keer meegemaakt dat de klant zei van dat hij dat absoluut niet wilde. Ik heb daarna ook met die klant afgesproken van u krijgt een verklaring voor de achtergevel. Op het moment dat u alsnog een lamp plaatst, kunt u contact met mij opnemen en dan kunnen we alsnog het certificaat afgeven. Okay. Ja, en daardoor onderhoud je eigenlijk ook misschien wel een klant voor langere tijd. Ja, nee, zeker. Die klant is op de hoogte van, op dit moment van de eisen van het keurmerk. En hij kan daar alsnog gebruik van maken.